Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport begrijpt dat er irritatie ontstaat bij de bewoners van Brokopondo, omdat het soms erop lijkt dat er vanuit de regering niet voldoende wordt gedaan. Emmanuel geeft aan dat het crisisteam van het ministerie in constante overleg is met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, om de hulp die nodig is in kaart te brengen. En samen met de DC van de desbetreffende districten die getroffen zijn, wordt er dan aangegeven, nagegaan, wat eigenlijk acuut is, om dat eerst op te pakken. En natuurlijk nemen we ook het traditioneel gezag mee. Dus ik begrijp het wanneer mensen elke keer aangeven dat het nog niet wat het wezen moet zijn, maar we pakken het op. En op dit moment zijn afgelopen weekend, was NCCR in het gebied. Ze zijn bezig met een durotankproject, ook toilettengroepen. Ik heb ook begrepen dat gezinnen zijn verplaatst geworden naar andere plekken. Maar ook de school helpen ook om de schoolmeubilairs te verplaatsen naar andere plekken. De school komt ook in met lokalen om de mensen onder te brengen. Dus we zitten niet, we blijven niet zitten. Elke dag komen ze bij elkaar. Ze zijn ook bezig in appgroepen om te kijken hoe ze het beter kunnen doen. Emmanuel wil dat de gemeenschappen die getroffen zijn door wateroverlast weten dat het ministerie meeleeft. Het ministerie en haar werkarmen zullen altijd inkomen met hulp, verzekert de bewindsvrouw. Laten ze dus niet schromen om de DC te bellen of de bestuurdienst erbij te halen. Wanneer ze dus merken van een bepaald gebied krijgt geen aandacht, dan pakken we het zeker op. Vanuit het ministerie wordt er samen met de districtscommissarissen gewerkt aan het uitvoeren van projecten die van belang zijn voor de diverse bestuursresorten.